D-Day, daar zat je dan in een boot, op weg naar het strand. Wat gaat er door je heen? Zijn het je kinderen, je ouders? Wat zal het zijn? Al die mensen dood. Wat gaat er door je heen? Wat zal het zijn? Het is het gedicht van Edo dat hij geschreven heeft voor het project Vervolging en Vrijheid. Edo en zijn klasgenoten van de Sint-Michaëlschool hebben zich bij dit project de afgelopen weken verdiept in de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vond de afsluiting plaats in het Grafisch Museum, waarbij de zelfgeschreven gedichten werden verfraaid met schablonen. Freya heeft ervoor gekozen om een dennenboom bij haar gedicht te plaatsen. Ja, inderdaad. Hoe moeilijk is dit? Nou, dat ik er niet iets onder heb gelaten is wel moeilijk, dus ik moet het vasthouden, maar voor de rest, ja, niet echt. Een jodenster, maar is een punt vanaf gegaan. Ja, dat is een beetje mislukt. Ja, maar ik kan hem nog steeds wel gebruiken, want dan moet ik hem gewoon erbij zetten, zeg maar. Het project waar de scholieren aan deelnemen is een pilotproject waarmee men wil ontdekken op welke manier er het beste aandacht kan worden besteed aan vervolging en vrijheid. De Sint-Michaëlschool vindt het een belangrijk thema. Het is natuurlijk ook heel mooi dat ze in hun eigen stad leren over de geschiedenis en dan met name over de Tweede Wereldoorlog. Dat we door de Volkingenstraat lopen en dat ze echt weten, oké, wat is hier gebeurd? Dat we in de Joodse synagoge staan, dat ze daar helemaal die geschiedenis meekrijgen. Dus ja, echt het naar de leerling zelf brengen eigenlijk. Een maandje geleden ongeveer hadden we een speurtocht gedaan door de Joodse buurt. En vorige week kwam er iemand bij ons langs en die vertelde het verhaal over Werkman. Over de bekende Werkman? Ja. Maar er is meer. Want de klas bracht ook een bezoek aan het Anne Frankhuis in Amsterdam en aan doorgangskamp Westerbork. Toen we naar kamp Westerbork zijn gegaan, dat was vooral heel heftig. Kun je uitleggen waarom het zo heftig was? Nou ja, het deels was het dat ook dat ze allemaal op elkaar zaten en dat je geen moment zelf had, zeg maar. En dan moest je jezelf eigenlijk gewoon blokkeren van de wereld om je heen. Maar dat vind ik zelf ook al heel moeilijk. Dus ik zou niet willen weten hoe dat zou voelen voor andere mensen. Nou ja, daar zijn al die mensen naar Auschwitz gegaan en al die dingen en zo. Dus ja. Dat je daar zo rondloopt over die Drentse hei op die plek waar al die mensen vast hebben gezeten, dat is dan best wel kippenvel. Ja, ze waren diep onder de indruk en hebben goed hun ogen de kost gegeven, goed geluisterd naar de mensen die ons daar een rondleiding hebben gegeven. En ook in het museum zie je natuurlijk heel tastbaar, hè, een oud stapelbed staan en koffers met spullen. Dus op die manier komt het heel dichtbij voor ze. Het project werd vandaag afgesloten met de zelfgeschreven gedichten. En dat was niet een makkelijke opdracht. Ik wil het graag rijmen, dus dan, dat duurt dan wel lang. En dan moet je ook nog een onderwerp vinden, want er is heel veel uit de Tweede Wereldoorlog waar je heel veel uit kunt doen. Dus daar moet je dan ook nog heel veel onderwerpen uit kiezen en dan moet je ook nog verzinnen, zeg maar. In 1940 hadden we alles onderschat. Als ik toen eens wist wat voor een angst ik nu had, dan hoefde ik niet dat te dragen. Die gele dure ster voor de rest van mijn dagen. Kopen, uitknippen en dat ding op mijn kleren naaien. Vanaf dan ga je in dit land naar de haaien. Het verleden kun je niet veranderen. Nu alleen nog hopen dat ik niet word opgenoemd, zoals vele anderen.